Ik heb bijvoorbeeld reïncarnatietherapie gedaan. En die man die wist heel snel, was hij erachter waar mijn levensangst vandaan kwam. Ik was namelijk in de 14e eeuw in een vorig leven op de brandstapel gegooid. Want ja, rood haar, kattenliefhebster en alleenstaand. En dat was ik blijkbaar in de 14e eeuw ook al. Ik heb andere vrouwen gesproken die ook bij hem waren geweest. Ze waren allemaal Nefertiti en Cleopatra. En ik ben op de brandstapel gegooid.